Uh, hier een stukje van zijn rechter wijsvinger, het verlengstuk wat hier in de hand is. Vanmiddag werden de reliquieën van de Brabantse missionaris door de paters van de Heilig Harten overgedragen aan de familie van Eustachius. Dan hier een, een beetje haren, enkele haren die ze toen uit de kist hebben gehaald. De familie brengt de rest te eind van de maand naar Brazilië. De, de rest hoort in Brazilië, vonden wij. Dus uh, hij heeft daar gewerkt en hij, wordt ook veel, hij is veel meer bekend en veel meer vereerd. Eustachius van Lieshout ging begin de vorige eeuw als missionaris naar het land. Daar werd hij mateloos populair toen hij de gave bleek te hebben om mensen te genezen. Van heinde en ver kwamen Brazilianen naar hem toe om hem aan te raken. In 1943 stierf Eustachius. Ook zijn begrafenis werd een volksoploop. Zes jaar na zijn dood werd de pater opgegraven en te rustig gelegd in een nieuwe kerk die zijn naam draagt. Bij die herbegrafenis kregen een broer en een zus van de pater en zijn kloosterorde enkele botjes. Een beetje een raar idee hè? Dat je ja. dan de, bij een opgraving en dan is daar familie bij, ja, en dat, dan zeggen ze: neem maar een stukje mee. Daar komt ja, het een beetje meer, niet. Het is ook een beetje misgelopen in die tijd. Er waren zoveel mensen om om heen en die gingen dan. Ja, die, die wilden ook allemaal een stukje van zijn lichaam hebben. Hè. En, eigenlijk mocht dat niet. Nee, eigenlijk mocht dat niet. In 2006 werd de nog altijd immens populaire Brabander in het Braziliaanse Belo Horizonte zalig verklaard. 80.000 Brazilianen waren daarbij. Nu wie zalig is, geeft de kerk toestemming om de reliquieën officieel te vereren. En dus gaan neven van de Pater de resten naar Brazilië brengen. En ook dit, als dit nu ook weer ergens tentoongesteld is, zullen daar mensen echt naartoe komen en dat proberen aan te raken om toch het gevoel en die stadsbaas te hebben, meer gevoel en dichter bij Eustachius te zijn. Want bijna 70 jaar na zijn dood willen mensen dat nog steeds? Ja. Straks kunnen gelovigen niet alleen een schilderij van de Wonderman uit bek en donk aanraken, maar ook een kistje met botten en haren.